Hallo, wij zijn op het Herbert Visser College. Ik ben mevrouw Verstraten en ik geef hier tekenen en talent plus beeldende kunst. En wat zijn het eigenlijk daar allemaal voor mooie schilderijen? Ja, dat is een kunstwerk wat we hebben gemaakt voor mevrouw Buijs, locatiehoofd hier, voor in haar nieuwe kamer. En dat zijn vogels. En zoals je ziet, talenten slaan hun vleugels uit en komen verder. En zo werkt het ook op het HVC en ook in het echte leven. School. Hoe heet die talentklas? Deze talentklas heet Bridge. En is het voor Brit voor iedereen? Want ik heb gehoord dat het alleen voor ouderen is. Nou, het is ook voor jongeren, maar de meeste ouderen doen het, daarom denk je dat. Eentje zit in de sleutel. We hebben vandaag een dans laten zien, waarin alle elementen van wat we hebben gedaan het afgelopen half jaar terug zijn gekomen. Ja, het is wel ver hoor. Dames en heren, ik hoop dat u allemaal aan het genieten bent in de lokaal. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Luca Hoogveen uit 2A2 en ik speelde de vage man in het toneelstuk. Ik ben Kjeld Moleman uit 2A1 en ik speelde de eerste dooie en toen de zombie in het toneelstuk. Wat hebben jullie voor dit toneelstuk allemaal moeten doen? Veel improvisatie en verder nog gewoon veel oefenen, heel veel oefenen. Ja, en verder is het gewoon, gewoon zelf bedacht ook helemaal. Hoe vaak hebben jullie eigenlijk geoefend voor de toneelstuk voordat hij helemaal goed was? We zijn er eigenlijk aan het begin van het schooljaar al mee begonnen. En toen hebben we dus iedere maandag de eerste 2 uur hebben we eraan geoefend. Nee, het zit vast. Nou, ik had mijn broer was met de auto. Dit is echt goed. Ja. De smink die jullie allemaal op hebben jullie dat allemaal zelf geregeld? Nee, dat heeft een apart professionele vrouw gedaan. Nou, het zit in ieder geval heel erg goed. Hoe ver is die baard? Van waar de baard? Nee, ik moest een vage man spelen, dus ik dacht, laat ik gewoon een baard en een snor erop doen. Ja. Jij maar, is het makkelijker? Ik zie het, pak hem. Laat hem vallen. Nee, Alex, dit is echt een falende indruk op de website, man. Oké. Nou, wat hebben jullie eigenlijk tijdens de lessen game design gedaan? Nou, we hebben onze eigen game gemaakt en dingen geleerd over hoe je games bewerkt en dingen maakt in de game. En welk spel heb jij uiteindelijk gemaakt? Ik heb met Max en Roan Mirex Adventure gemaakt. Die is speelbaar. En wat gebeurt er in het spel? Wat moet je doen? Nou, je bent een poppetje genaamd Mirek. Je komt in een tornado terecht en daardoor word je weggegooid van je eigen huis. En daardoor moet je... Wat bedoelt u eigenlijk met talenten? Je eigen kwaliteiten ontdekken. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en de beeldende kunsttalenten die hebben hier hun talenten ontdekt. En jij hebt ook je eigen talenten. Ieder mag zijn vleugels uitslaan en verder komen. Dank u wel.